Deze AOB-campagne kick-off vond ik echt heel inspirerend en ik heb heel veel zin om ermee aan de slag te gaan. En zeker ook in samenwerking met de andere bonden. Ja, ik ben heel blij dat de bonden gezamenlijk optrekken. En ik vind het eigenlijk heel wonderlijk dat de VO-raad het zo heeft laten klappen. Ik begrijp het niet goed. Hetgeen wat nu natuurlijk is gebeurd is dat vanuit de VO-raad constant het onderwerp werkdruk niet bespreekbaar was. Nou ja, ongelooflijk dat ze gewoon zeggen alsof het niet bestaat. Zo van ja, daar wil ik niet, ja, wil je het er nou niet over hebben of bestaat het niet? Dat is voor mij nog een beetje lastig. Er zijn veel mensen die zeggen, maar het kan niet, want er is een lerarentekort. Maar het moet, want er is een lerarentekort. Want juist dat er zo weinig leraren zijn, is een groot probleem. We moeten het vak weer aantrekkelijker maken. We moeten zorgen dat leerlingen ook genoeg de tijd krijgen voor hun lessen, voor goede feedback krijgen. Het is gewoon mooi werk om te doen, daar moeten we wel de tijd voor hebben. Ik denk dat een landelijke limiet op klassengrootte echt helpend is. Klassengrootte heeft direct invloed op alles. Op de hoeveelheid nakijkwerk, de hoeveelheid toetsen, de hoeveelheid mails die je krijgt van leerlingen, de hoeveelheid oudergesprekken die je voert, hoe lang een rapportvergadering duurt. Het heeft invloed op alles. Ik werk ook naast het gewone regulier onderwijs in een particuliere school. En het is gewoon een feest om daar te werken. En dan hoeft het niet ook zo weinig te zijn. Maar als de klassengrootte ongeveer 20, minder dan 25 leerlingen is, dan kan je veel meer de persoonlijke aandacht. Dat vind ik heel belangrijk. Je ziet dat best wel wat leerlingen rekenangst hebben of een wiskundeangst hebben. En daar ben je er ook voor. En die wil je zo ver mogelijk weten te krijgen. En ik kan mijn taak en mijn leerlingen echt, zeg maar, gepassioneerd het wiskundevak overdragen op het moment dat ik me goed kan voorbereiden. En op het moment dat ik dat met 20 leerlingen doe, heb ik meer tijd voor de leerlingen. 24, kantje boord. Maar ik heb vorig jaar ook een mentorklas van 30 gehad. En dan merk je toch dat het gewoon, nou ja, voor sommige leerlingen kiele is of ze wel of niet kan halen. En je blijft toch doorgaan, ook al heb je die uren niet meer. Je blijft gewoon die uren gewoon voor je leerlingen inzetten. Ik heb ook in het verleden 31 lesuren gegeven, omdat we toen een zijinstromer hadden vanwege het lerarentekort. Wat je dan merkt is gewoon, je wordt een soort machine, je draait een bandje af, het is elke keer dezelfde les. Dan word ik een wat minder leuk, minder leuk mens. Je wordt gestrester, de werkdruk neemt toe, dat maakt het allemaal niet makkelijker. Ik werk op dit moment 1,1 FTE en dat komt ook omdat er zijn niet zo heel veel docenten Nederlands op dit moment en alle klassen moeten wel les krijgen. Het valt gewoon niet in elkaar te puzzelen eigenlijk. Ik maak lange dagen, dus dat is één ding. Je ziet me nog wel lachen en het is vrijdagmiddag, dus ik red het nog wel, maar je moet ook niet vragen hoe. Wat doen we met mij? Vooral mijn vriendin zegt, ga eens naar bed toe. En ik denk 25 lessen per week en daarna ouders spreken. Daarna de persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarna ouderavond. Daarna nog feest. Je hebt zelf geen vrijheid meer, geen privacy. En als jonge docent, hoe wil je een gezin runnen? Nou, eigenlijk taken in het onderwijs zijn eigenlijk bijna altijd lesverdringend. En dan is het niet zozeer dat ik graag die taken wil doen, maar dat wordt dan ook van je gevraagd. En dan zeg je, oké, ik wil best die taken doen. En dan staat daar bijvoorbeeld 20 uur tegenover op jaarbasis. Hè, moet je even voorstellen, een half uurtje per week. En door alleen al eraan te beginnen, ben je al door die tijd heen. Hè. Ik ben al 25 jaar docent, maar ze verwachten niet van mij dat ik gewoon lekker doorga zoals ik het doe. Je moet je steeds ontwikkelen. En ik wil me blijven ontwikkelen. Maar het is zo moeilijk om dat te kunnen doen als jij die extra ruimte niet hebt. Een groot voorbeeld, of eigenlijk een doorn in het oog van de meeste docenten en collega's van mij, is het mentoraat. Je krijgt 40 uur om met 30 leerlingen individuele gesprekken te doen, oude gesprekken. En dan moet je voorbereiden en dan moet je met hen bespreken hoe gaan de resultaten. Dan doe je de rapportvergaderingen. Nou, je kunt je al voorstellen, dat is niet in een uur en een kwartier te doen in een jaar tijd per leerling. Nee, daar ga je 2, 3 keer overheen, minstens. Beste mensen, laat ons alsjeblieft lesgeven. De leerlingen, de docenten, iedereen heeft baat bij goed onderwijs. Goed kwaliteit, ruim voldoende tijd voor voorbereiding en iedereen persoonlijk onderwijs bieden. Laat ons lesgeven, want het is het mooiste beroep van de wereld en we doen het zo graag. Huh?
laat het me gewoon doen. Laat me lesgeven en laat me ook gewoon goed lesgeven. Als je wil dat je kind goed onderwijs krijgt, als je zelf zegt van ik wil gewoon de tijd krijgen om goede lessen te geven, teken die petitie. Mensen moeten zeker de petitie tekenen, want leerlingen verdienen gewoon goed onderwijs van docenten die goed uitgerust zijn en enthousiast hun werk kunnen doen. Nou, beste collega's, lieve ouders en leerlingen, alsjeblieft teken de petitie als jij ook vindt dat je meer aandacht verdient van de docent en niet zo machinaal opgeleid wil worden. Wij zijn meer dan alleen spreekbuis van de lesstof. Wij willen je graag meer meegeven.